Mensen, ik heb veel troep gemaakt in mijn leven. En dat weten jullie, want jullie zitten er nu naar te kijken. Maar het is in het verleden nog veel erger geweest. Ik doe namelijk bijna 7 jaar YouTube. Ik ga vandaag reageren op mijn troep. Ik zit niet normaal op video's te spitten. Oh, dit staat niet online. Ik dacht, hoe kan ik 10 views hebben op een video? Holy shit, maar die staat verborgen. Dit waren wel die titels hoor. FIFA 13 Road to Glory. Slechte formatie. Daar hebben zeker mensen op geklikt uit interesse. Hoeveel zou ik met deze video verdiend hebben? €3,64 in totaal. Dat is niet eens heel slecht nog. Ik had veel slechter verwacht eigenlijk. Oh, dit is legendarisch. Dit is legendarisch. FIFA 13 Bros to Division 1. Dat was mijn Road to Division 1 met Essie Boy die toen 7 was of zo. Hij gaat het vast tof vinden dat ik dit ga kijken en dit in een video gaat doen. Ik ga vandaag een nieuwe serie starten die ik waarschijnlijk wel door ga zetten. Ik ben benieuwd of we divisie 1 daadwerkelijk hebben gehaald. 1, 2, 3. Klaar. Die waarschijnlijk wel door ga zetten. Je hoort hem niet zo goed. Dat komt de volgende keer wel goed, denk ik. Ik had niet echt rekening mee gehouden dat hij waarschijnlijk niet te horen was. Very professional. Very, very nice gedaan, Marty. Is die tijd dat je nog zo'n koptelefoon op je hoofd had met zo'n fucking mic zo voor je bek. En dan had ik hem zo... naar midden gedouwd, weet je wel. Zodat hij dan ook er een beetje in kon praten. Maar ja, hij was 7. Hij wist helemaal niet wat hij aan het doen was natuurlijk. Ga je Essieboy gebruiken voor het krijgen van je views? Maar soms is hij nog wat te horen. Oh, soms is hij nog wat te horen, hé. Welk team gaan we zijn? Ik sterf echt van de schattigheid. Dit vind ik zo lief. Van de wiel staat hij erin. Ha, van de wiel staat hij erin. Dit is echt lief. Ik moet huilen. Lekker Walter. Zo. Goed. Mijn broertje praat hier wel echt als een boer. Hij praat wel wat netter nu. Haarske goed. Haarske goed. Maar even eerlijk, vanuit video oogpunt. Waarom de fuck zit dit allemaal in de video? Tottenham tegen de Spurs. Tottenham tegen de Spurs? Dit doet me denken aan dat DDG-toernooi momentje. En ja, Tottenham. Even lachen. Wouter, je kon er ook niks aan doen. Je had geen verstand van voetbal. Dit was echt zo'n meme destijds. Tottenham tegen de Spurs. Mijn broertje was niet eens heel slecht voor een 7-jarige heer. Hij was best wel decent. Inmiddels, anno 2019, is hij letterlijk beter in elke game dan ik. Misschien nog niet in FIFA. Maar de rest alle games gewoon. Ja, maar dat was buitenspel. Ik stond helemaal vrij. Oh. Ja hoor, Essie voor de hat-trick. Boom! Yes! Lekker, je derde goal alweer. Oké, aflevering 2. Misschien is deze leuke. Mooi om te zien dat ik het zelf wel vrij goed vond in deze periode blijkbaar. Ah, jammer, jammer. Oh, dat was echt een harde schreeuw voor die headset. Boeia. 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 Ik had er ook uit kunnen knippen in plaats van het mezelf te zeven door te zeggen. Boeia, dat jullie nu oorreeds hebben. Boeia. Boeia. Die energy lijkt trouwens echt op Simon van Nick en Simon. Ja, dit is ook legendarisch. Hier had ik het laatst met hem nog over. Die energy lijkt trouwens echt op Simon van Nick en Simon. Lavetsi is dat. Nee. Wat? Hey, Essie lacht nog steeds zo, maar dan iets anders. Maar het is wel nog steeds hetzelfde gebleven. Ik kan me herinneren waarom deze serie gestopt is. Dit is namelijk aflevering 3. 100 likes, very nice. Waarom is hij nou weer Barcelona? Deze gast is zo slecht, die tegenstander. Oh, hier liep de spanning een beetje hoog op. Omdat ik weet niet, ik kon gewoon niet tegen mijn verlies of zo. Ik krijg kortsluiting. Oh, sorry, dat kon niet. Dit is wel echt beschamend, hè. Ik word hier gewoon legit boos op mijn 7 jaar oude broertje die natuurlijk helemaal niks van FIFA weet. Ik kan gewoon zo slecht tegen me verliezen. Die zucht, die zegt zoveel. Niet te geloven, jij bent echt kapot slecht. Sindsdien heb ik hem eigenlijk ook bijna nooit meer gesproken, mijn broertje. En onze band is een beetje verwaterd hierdoor. Nee. We zijn nog steeds matties, 1. En dat was helaas het einde van deze serie. Bij 40.000 likes doen we aflevering 4. Bros to Division 1. Ik kan het nu wel zeggen, maar ik weet zeker dat Essie Boy er helemaal geen zin in heeft. Ja, ik kan wel. Maar ik heb er helemaal geen zin in, joh. Misschien heeft hij er wel zin in. Ik ga het aan hem vragen, mensen. Mensen. In de laatste aflevering vroeg ik om 40 likes. Bij 40.000 likes maak ik er nu van. Komt er een nieuwe aflevering. Bros to Division 1 episode 4. Of zoiets. Ja, of zoiets zeg ik toch. Oh mijn god, de cringe. Nee. Ik heb de jackpot gevonden. Vlog. Vakantie, Blanes 2013. Dames en heren, dit is way back voor de bankzittersvakantie. Hier kende ik de bankzitters nog niet eens. En ik besloot een vakantievlog te maken die gewoon 9000 views heeft. Ik heb hem wel al lang op verborgen gezet, zie ik nu. Dat scheelt. Het begin is gewoon 1 minuut 50 zwart scherm. Waarin ik gewoon al aan het uitleggen ben dat het gewoon een kutvideo is. Ander, Oef, boom. Ja.
Wat is dit dan? Ik film ook helemaal niet goed. Ik film overdwars met zo'n camera. Waarom doe ik dit? Dit is nog wel het allerergste. Hier had ik een maat en een Rico. Hey Rico! Rico is degene die de naam Philosophy heeft bedacht. Ik ben degene. Die ging toen een keer één avond weg met 6 vrouwen of zo. Hey, kiri hula! Alleen met 6 vrouwen. En hij dacht dat hij ze allemaal kon krijgen of zo. In plaats van dat hij gewoon ziek gefriendzoned werd. Dat vonden wij niet leuk of zo, de rest van de groep. En toen gingen we zijn bed verneuken. Dit is echt het meest trieste wat je kan doen. Als dit op de aankomende bankzittersvakantie gebeurt, waar we nu zijn, op het moment dat je dit kijkt trouwens. Bij iemand dan, dan ga ik gewoon te ver. Fuck, ik ben laat thuis, 4 uur en ik heb zelfs een chick meegenomen hier achter me. Oh, what the fuck? Wat is dit voor ding? Een ta... Oh nee, dit is echt... Wat is dit voor bed? Nou, hier zal ik niet met een chick thuis willen komen. Kijk, huzarensalade. Oh mijn god. We zijn niet vergeten te kopen. Had die vriend dat meisje nog gebald? Nee, zeker niet. Nog niet. Dat zullen de chickies vast leuk vinden. Oh ja, kijk, daar is hij! De microfoon! Ja, ja! Yo, gasten! Na 5 dagen geen video is dan eindelijk nu weer een nieuwe video. Dat was gewoon lang geen video's in die tijd, hè, mensen. Ooit was ik dedicated. Lood, en dat gaat eigenlijk ook nog wel langer worden. Zo, 5 dagen video's. Ja, dat is al best wel lang geleden. Ik bedoel, in de vakantie. Ja, dat heb je al 10 keer gezegd, schiet op. Ja, ik denk dat, ja, dat daalt gewoon heel snel als je helemaal... Hoe kijken hier 900 mensen naar? Holy shit, en mensen zijn positief, hè. Hoe groter een kneus je eigenlijk bent, hoe liever mensen willen zijn of zo tegen je. Respect. Respect, G. Hoe ik heet op Twitter. Stap nu in beeld als je me gewoon op wil zoeken. Maar er is ook een link in de beschrijving. Dat is misschien iets makkelijker. Er stond niet eens in beeld. Vuile vieze leugenaar. Moest ik ook nog kleuren veel aan editen. Ik was hier echt een onzeker mannetje. Ik twijfel nog steeds wel vaak over YouTube content. Het is gewoon een onzekere wereld, weet je wel. Dus dat hoort erbij. Dat hebben eigenlijk de meeste YouTubers wel. Maar hier uit ik het op zo'n rare manier. Of zo gewoon in een update vlog. Deze is goed. Hier ging ik mijn setupje laten zien wat ik net zag. Zat. Eye to the tag zeggen voor extra views. Dat is een heel smerige tactiek hoor. Hier was ik wel slim. Hier schreef ik mijn naam verkeerd. Omdat ik wist dat al mijn naam, mensen mijn naam verkeerd schreven in de tags. Zodat mensen met een verkeerde zoekopdracht met mijn naam alsnog meer zouden kunnen vinden. Yo, gasten, welkom bij deze nieuwe video. Zoals je ziet. Oh mijn god, die muis. Wat is dat? Uit de prehistorie of zo? Muis uit de prehistorie. Laptop. Hey, wat? Ik zeg het hier gewoon precies dat. 6 jaar later en ik gebruik nog steeds dezelfde woorden. Boxen. Die box heb ik hier ook nog steeds. Die muis heb ik trouwens... Godverdomme. Ik was vergeten dat mijn muis aan een draad zat. Check dit dan. 1 crappy laptop met Graziano Pelle op de achtergrond. 1 game tv die ik tot een half jaar geleden nog altijd gebruikte. En 2 blikjes slammers. Ik wil niet flexen, maar nu, anno 2019... Drink ik gewoon water, dat is veel beter. Fox slammers, moet je niet drinken mensen. Oh ja, hier bewaar ik altijd mijn YouTube money. Hier, ik leg het altijd hier neer. Kijk, dat is mijn YouTube money. Ging die leuk doen. Ging die leuk lopen doen hoor. Ik ben hier ook gewoon overduidelijk aan het liegen. Want dit is echt veel minder dan 3,64 euro. Ik heb gewoon een balletjespistool. Die mag je helemaal niet hebben toch in Nederland. Die had ik gekocht in Frankrijk. Vond ik echt cool. Voor mij ging ik op het raam van de buurman schieten. Dat was echt zo'n hele dikke vette creep die daar woonde. Oké, even kijken of ik hem kan raken. Ja, die was raar. Heel normaal om met een balletjespistool het raam van je buurman te schieten. Hey Mark, is that you? Neem ik op met een fucking Elgato, dat ding. Fucking Elgato. Oh, dit gaat nog wel eens heel cringe worden, dames en heren. Dit zou de jackpot der cringe kunnen zijn. FIFA 14 co-op, head-to-head, Mattie en... Ja, wie denk je dat het is? Matwan. De bijna van Matthijs in deze tijd. Ga naar de Visie 1. Ik heb hier een co-video met Matthijs. Ik vond toen dat Matthijs op Ray Kiek leek en op Bruno Mars. Ik had dus een string aan en... iemand zei, ik zat dus op die bank, dus ik had een perfect uitzicht. Dus zei ze tegen mij, ja, dan maak er een foto van, dan stuur hem door. Ik maak daar een foto van. En zij zag dat ik een foto maakte. Dus toen ging het nog wel. En daarna had ze nog een Snapchat gemaakt, waarbij ze een beker tussen de tieten had. En dan had ze als Snapchat tag, had ze zeg maar, tricks, mee. En dus die Snapchat is de hele school rondgegaan. What the fuck is dit voor verhaal dan? Waar luister ik naar? Oké, dat was ook wel heel slecht. We zijn... Matthijs praat hier 3 keer zoveel als ik in deze video. 1 jaar Philosophy. Je maakt netjes een tribute video dat ik 1 jaar mijn kanaal had. Ik kan me deze video nog goed herinneren. Ik was toen alleen thuis. Mijn ouders waren niet thuis. Broertjes waren niet thuis. En ik had zo'n emotionele avond of zo. Ik weet niet waarom. Ik had toen... Ja, weet ik veel. Die momenten heb je wel eens toch. Ik moet nu huilen. Wat is dit, gast? Waarom heeft dit zoveel likes? Waarom heeft dit 35.000 views? Die heb ik echt snel offline gehaald, al volgens mij. Omdat ik toch wel ook al door had aan het cringe was, zelfs die tijd al. Matties randomheid maakt hem gewoon uniek en een van de beste FIFA-YouTubers. Randomheid. Is dat ook talent tegenwoordig? Fietsband, honden, paarden, telefoon opladen, kinderboerderij, geitenmelk, soepstengel. Ben ik nu grappig? Is dit een talent? Maar had hij wel echt een army of zo? FIFA-losopher. Yeah, FIFA-losophy. Maar kom, het zijn niet... Positief. Nu is het echt alleen maar memes over mijn uploadscherm. Het is niet eens grappig. Wat is dit, gast?
Ik noem mezelf hier ook niet random en zenuwachtig. Hier heb ik een recap van een jaar waarin ik 800 subs heb vergaard. Heel emotioneel, ik besloot toen iets minder te commentaten, maar iets meer te focussen op het FIFA. Boeien. Boeien. Huh? Zes jaar later en nog steeds maken we grappen over die upload. Ik ben alweer 700 abonnees verder. Ik zit nu boven de 2000 en ik zweer het, dat is iets wat ik nooit verwacht had. Dit is cringe. Besef dat ik dit ingesproken heb met die microfoon zo op mijn hoofd kijkt zo. Dat is iets wat ik nooit verwacht had. Maar wel, in alle eerlijkheid, ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik meer dan 2000 volgers zou krijgen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe we op dit punt zijn gekomen. Want mijn bedoeling was helemaal nooit om bekend te worden. Ik wil eigenlijk helemaal niet bekend zijn. Ik vind filmpjes maken gewoon nog steeds lachen. Niet zo leuk dat ik heel veel upload. Zijn er kijkers die dit ooit gezien hebben en die nog steeds kijken? Kijken? Die zijn echt keihard. Jee. Het plafond van mijn kanaal, daar zit ik met mijn hoofd al doorheen. En ik kan net nog even erboven kijken, maar binnen enkele tijd zak ik er weer doorheen en zit ik er gewoon lekker weer onder. Wat is dit voor gedrag? Ik vind het eigenlijk wel zielig als ik hierop terugkrijg. 6 jaar van volwassen word ik later. Wat me echt demotiveert, FIFA. Maar dit is 6 jaar later nog steeds niet veranderd. Wat ik dus wilde zeggen is, die december wordt de maand waarin ik beslis van, is de support genoeg, is de groei nog genoeg om mijn kanaal leven te houden. Ik stond echt op het punt om ermee te kappen gewoon. Ah, dit vind ik echt, dit doet me goed, hé. Lucky graaf van nou, gas niet stoppen, kerel. Robbie, I got you, oké. Volgende week op vakantie, pilsje van mij. Op dit moment, Matty, please niet stoppen. Wij FIFA lost, dus willen echt niet. Je groeit hard. 10 subs per dag. Hey, DMP nou. Hey, Koentje DMP, please niet stoppen, please. Ik weet niet of Koen hier sarcastisch was. Het zou best wel kunnen dat hij gewoon sarcastisch was, die teringlul. Wanneer ga jij stoppen? Wanneer ga jij dood? En wanneer ga jij dood? Ik zweer, deze video staat nog online. Ik raad je af om dit te kijken. Het is echt. Ik zit gewoon letterlijk 8 minuten te janken. Gewoon te janken. Oh, ik vind het niet eerlijk dat mensen in Engeland meer subs hebben. Oh ja, er zijn natuurlijk veel meer mensen die daar kunnen kijken. Kijken. Ik gebruik het verschijnsel randomheid gewoon als soort marketing selling point om leuk te zijn tegenover mijn kijkers. Yo gasten, en welkom bij een video. Een fucking vlog of zoiets. Waarom moet je dat nou zeggen? Wie want more random vlogs? Oké. I got you, Damien. Call of Duty Ghosts. Flesje water. Nee, sorry, misschien is deze vlog... Dit is echt humor. Hey! Oh my god! Oma! Enzo Knol heeft gewoon gereageerd. Ha, geweldig. Een serie die op deed is ook leuk. Kijk hem elke week. Enzo Knol is gewoon fan van Beaver Fridays of zo 5 jaar geleden. Enzo, man. Knol power. Yo, pik. Yo. Yo. Voor? Oh ja, moest aan het bank, hè? Oh ja, ik ben aan het opnemen eigenlijk. Daarna daarheen, is goed? Ja, mag ik mijn off-white schoen aan? Ja, is cool. Yes, eerste keer. Het is wel regenachtig weer, dan worden ze wel vies, hè? Oké, laten we het niet doen dan, hè? Abonneer op Koen! Yo. Wat een teringleider is het ook. Godverdomme, het wordt echt niet goed van die gast. Laat me zien je handjes. Bek. Op je boze bolletje. Alle bek. Dit was de eerste meme edit die ik ooit heb gemaakt. Denk van Rob in mijn leven. Haha, wauw. Mark gaat heel blij zijn dat ik dit hier aan het uitzenden ben. Benzema. Karim Benzema. Ja. Wow. Karim Benzema. Hoppa. Dit is echt goed. Let's go! Je kan wel eens veel waard zijn. Ik voel me echt een legende dat ik dit gevonden heb. Ben je ook Jarno? Hey, kijk deze video niet hardop in de huiskamer. Leeftijdsbeperking ingesteld. Niet geschikt voor de adverteerders. Ah, waarom zou dat nou zijn? Tering, waard. Mensen, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb eigenlijk niet veel meer te zeggen dan nog één ding. Niet wegklikken nog. Als je het leuk vindt, like de video.